Morgenreders. traders. dit is het marktcommentaar van 12 maart zondag half 12 in de ochtend. Um, dit is een, een hele gekke week eigenlijk. Um, uh, we gaan het even stap voor stap doornemen, want er gebeuren tussen aanstekens wat, wat vreemde dingen. We gaan even terug naar... Even kijken, afgelopen vrijdag, dus de week daarvoor. En... In de DAO zie je links de dag en rechts zie je de weekgrafiek. In de weekgrafiek tellen we op dat moment um, 20 bars, dus dat is precies de lengte van de, um, de gemiddelde cyclus. En in de linker, in de daggrafiek, zien we dat we eigenlijk een, een training range hebben. En dat we aan de onderkant van die training range hier even zo'n uh, break hebben, zo'n fail break. Je weet, de markten. Um, doen dat vaak. Breken vaak boven highs, uit en onder lows. Dat zien we hier. Komen we dan weer terug. Dat zien we hier. Dus dat soort veel breaks, dat zijn eigenlijk ideale punten om, om liquiditeit te creëren en om in te stappen. Omdat eerst de, zeg maar de andere partij of de, de verkopers in dat geval aan de, aan de verkeerde kant zitten. Dus dit was een uitstekend. Uh, moment om in te stappen, en waar was dan de trigger? De trigger komt eindelijk op het moment dat deze bar hier met die inside bars dat die wordt uitgenomen. We noemen dat ook een, een zogenaamde fakey. Want dit is een outside bar, die wordt eerst aan de onderkant gebroken en dan wordt vervolgens de bovenkant gebro gebroken. Er is een alternatief dat je iets eerder instapt. Dat scheurt in dit geval 200 punten, maar hoe dan ook, dit hier was 100% zeker. Uh, qua price action en, uh, en long signaal. En dat heb ik dus ook gedaan, heb ik ook gepakt. Stop onder de low. En wat zien we nu? We worden uitgestopt. Nou, kun je zeggen, ja, is dat dan vreemd dat je wordt uitgestopt? Uh, nee, dat is niet vreemd. Dat hoort erbij. Hè? Dat is de cost of doing business. Um, dus dat is op zich geen, geen ramp. Maar het is natuurlijk niet wat ik had verwacht. Waarom niet? Omdat wij per saldo... Kijk, de vorige weekcyclus loopt van hier naar daar. Corrigeert vervolgens hier in een mooie complexe correctie. En in de bovenste 50%. Of dat moet ik eigenlijk beter tekenen. Um, de correctie diep tot hier. Die laatste, die laatste rode bar is er natuurlijk niet. En dan gaan we vervolgens een mooie upswing maken. Een mooie upweek. En dan is het scenario natuurlijk dat we vervolgens... Twee koersdoelen afwerken, de vorige high en dan vervolgens naar de all time high gaan. Dus dat daarna meteen een, een bearish dagcyclus komt, dat is ongebruikelijk, zeer ongebruikelijk. Waarom? Omdat de marktstructuur die daaraan vooraf gaat, hè, die dus vooraf gaat aan dit koopsignaal, dat die natuurlijk in principe gewoon bearish is. Waarom? Opwaartse beweging en dan feitelijk zijwaarts in, in de bovenste. Zeg maar een derde deel, en dat is gewoon boelisch marktstructuur. En dan heb je 8 van de 10 keer, en dat kun je gewoon testen. 8 van de 10 keer heb je dan een test en overschrijding van de vorige high. Nou, dit zijn dus blijkbaar die andere 2 van de 10 keren. Dus dat is in die zin ongebruikelijk. Nou, um, voor de rest, ja, het hoort erbij, je wordt hier uitgestopt, uh, klaar. Maar de vraag is nu natuurlijk hoe nu verder. Want als wij hier naar de um, dagcyclus kijken, dan lijkt het mij zeer, namelijk, dat dit de dagcyclus is. En dat de dagcyclus nu 7 bar stelt. En dat wij op 1, 2, 3, op bar 3 al een high hebben gezet. En 4, 5 op bar 6 wordt de low, deze, die wordt al gebroken. Nou, je weet, als een cyclus. Voortijdig zijn beginpunt, breed, dus we hebben een bodem, we hebben een high en hij breekt dit niveau van, van, de, van de bodem. En dat gebeurt ongeveer minder dan, of rond de dag 10, bar 10 moet ik zeggen. Dan is dit een bearish cyclus en dan staat deze top staat vast. En dan mag je ervan uitgaan dat we uiteindelijk de bodem van de volgende cyclus. Gemiddeld 20 bars later, dat we die lager zetten. Lagen zetten. En wat mag niet gebeuren? De tussenliggende high mag dan niet worden gebroken. Immers, we gaan ervan uit dat deze high, dat die nu staat. Anders wordt die low niet gebroken. Dus als we die theorie hierop toepassen, dan zou dat dus betekenen dat we nu op bar 7 zitten en dat uitgaande van 20 bars gemiddeld de low. Um, over 13 bars wordt gezet en dat de low lager zal zijn dan dit niveau. Nou, dat wederom zou betekenen dat de vermeende weekcyclusbodem die we vorige week hebben vermeld, geen weekcyclusbodem is. Immers, die bestaan nu lager, dus dat kan geen bodem zijn. En dat zou dus betekenen dat deze lopende weekcyclus dat die dus nog bezig is. En dat we dus nu. 21 ste week zitten en dat zou dan ook kloppen in die zin het einde van de uh, cyclus is altijd het meest bearish nou en dat zie je dan je ziet dus blijkbaar hier de laatste dagcyclus is dus heel erg bearish hè, want al op bar 3 hebben we een top en dat zou dus passen dat deze bearish dagcyclus echt helemaal aan het einde komt van de weekcyclus en dat de weekcyclus dus niet af is en dat we dus nog een week of twee bijvoorbeeld de koersen krijgen, en dat de uiteindelijke bodem dan rond week 23 of bar 23 wordt gezet. En dan hebben we het over, ja, zeg maar, tegen eind maart. Nou, dus dat is een, een reëel scenario. Waar zouden we naartoe kunnen? Ja, je zou bijvoorbeeld hier naartoe kunnen. Um, maar dat vind ik op zich niet zo spannend. Het betekent feitelijk nu dat. Um, de consensus eerst opwaarts was voor de Dow en dat die nu eigenlijk neerwaarts is. Dus de vraag is hoe ga je hier nu mee om? Nou, Loonposities zijn dus uitgestopt. Um, wat mag er dus niet gebeuren voor dit bearish scenario? Oftewel, het, het idee dat wij aan het einde van de lopende week zitten, we mogen dus in ieder geval niet boven deze high uitbreken. Want dat heb ik net gezegd, omdat wij nu Minder dan 10 bars onder die beginpunt zijn gekomen, zegt de theorie van de cyclus. Deze top staat nu gewoon vast. En over 13 dagen, 13 bars gemiddeld, moet de low uiteindelijk lager zijn. Nou, als je nu tussentijds deze high zou gaan breken, dan is dit natuurlijk geen bearish cyclus meer. Dus, dus dit is sowieso een heel belangrijk referentiepunt. Stel dat de Dow boven 33500 komt, dan kunnen we deze low of een eventueel lagere low markeren als de low en dan hebben we dus hier te maken met een kortere cyclus. Dat is dus het minst waarschijnlijke scenario omdat we nu met een hele bearish dagcyclus zitten. Wat is dan het het meest waarschijnlijke scenario uitgaande van de huidige ontwikkeling dat we dus nog twee weken per saldo lager gaan. En dat zou betekenen dat er misschien nog een short-positie mogelijk is. Dat is dan een relatief korte positie en die wil ik dan uh, in principe alleen op een opleving doen. Dus stel, we krijgen een opleving idealiter naar dit niveau, van misschien 1-2 dagen. En dat zou misschien de mid-cycle low, mid low zijn. Om daar dan een soort positie in te nemen voor de laatste halve dagcyclus. Um, en als je zegt, ja, dat is me allemaal een beetje te, te, te ingewikkeld, nou, dan is de andere uh, strategie uitgaande van het inspelen op de weekcyclusbodem. Dat je gewoon nog twee weken wacht en dat je kijkt waar komt die bodem dan, En daar mogelijk een long positie in nemen, vermits deze daling natuurlijk niet te ver gaat. Want de beste dalingen, de beste pullbacks voor longs, bedragen maximaal 50%. Bij 50%, dus van de voorgaande impuls, heb je hele reële kansen op een nieuwe high. Alles wat daaronder komt, dus 60%, 70%, doet de kansen op een test van deze high behoorlijk slinken. Dus we moeten nu even in de gaten houden. Of en zo ja, hoe ver we inderdaad hier nog verder gaan. En of dat dan verder gaat dan 50, 60, misschien wel 70 procent. Dus dat is op dit moment de, uh, het idee. Dus de longpositie is bij mij uitgestopt. Short wacht ik gewoon even. Long wacht ik zeker ook even. Um, en dan gaan we even kijken hoe het plaatje er voor de NASDAQ uitziet. Nou, dit is de Nasdaq. De Nasdaq heeft zijn stop nog niet gebroken. Kijk, de Nasdaq heeft ook hier dat longsenaal laten zien, met deze grote bar. Dit is de vermeende cyclusbodem. Maar ook hier, wat bearish is, deze bar hier, die je ziet, deze grote groene bar, zou normaal gesproken meer vervolg moeten laten zien. Nou, je ziet, die, die groene bar is al helemaal door rood eigenlijk opgegeten, zou je kunnen zeggen. Dus het was een korte, een hevige stijging van 600, 700 punten. Maar het bleek eindelijk een eendagsvlieg te zijn. En in de Dow zijn we al wat verder. Want in de Dow is die cyclusbodem hier al gebroken. In de Nasdaq is dat nog niet het geval. En misschien weet je te herinneren, in de vorige vlog gaf ik aan, um, wat ik bij de Nasdaq een beetje raar vond. Bij de Dow was dat niet zo. Bij de Nasdaq is dat bij een normale cyclusbodem, ...zien we eigenlijk dat die Double Stochastic... ...onderin staat. Uh, met zoals bijvoorbeeld hier. Kijk, dan zie je zo'n M-patroon. Je ziet dat die Double Stochastic staat onderin... ...en dan maak je een nieuwe high. We hadden hier die groene bar vorige week... ...maar die Double Stochastic, stochastic staat hierboven. En toen zei ik van... Nou, ...dat is eigenlijk een rare plek. Maar ik voegde er ook aan toe... ...dit is het enige argument... ...dat ik heb zeg maar, tegen... ...tegen... Um, de vorming van een weekcyclusbodem, alle andere argumenten van price action en die, die um, wegen eigenlijk gewoon zwaarder, die, ja, die duiden heel duidelijk op een, um, op een bodem. Want als je even kijkt op dagbasis, we hebben hier een, uh, een boelisbeweging, we hebben hier een complexe correctie, die zit boven de 50%, we hebben een hele duidelijke afstand hier, dus dit is allemaal hartstikke boelis. Dus ook hier, als je hierboven een long trade inneemt, dit is gewoon een correcte trade, die mogelijkerwijs, dat weten we niet helemaal zeker, wordt uitgestopt. Maar het ziet er hier dus wellicht naar uit, dat die double stochastics uiteindelijk toch nog in de komende 2, 3 weken naar beneden gaat, en dat dus deze cyclus hier dat die mogelijk nog niet klaar is. Nou, hoe weten we dat? Heel simpel, dat weten we eigenlijk als we niet meer boven deze high komen en als we nu binnen een aantal dagen de vermeende low of de low van deze dag, want dit is wel een dagbodem, dat weten we zeker, dat die wordt gebroken. Dus als het verhaal van de Dow klopt dat we nog niet de, week, de lopende weekcyclus hebben afgerond en dat trekken we door naar de Nasdaq, dan zou het logisch zijn voor de Nasdaq dat ook deze lopende dagcyclus uh, bearish verloopt en dat we dus in de komende week onder deze low van die dag uh, van een week geleden gaan 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 dalen en dat we dan mogelijk zeg maar dit als volgende koersdoel gaan gaan uh, oppakken en dan zou het op zich niet zo gek zijn als we dan uiteindelijk die MA200 in de week gaan uh, gaan testen um, en dat dat dus misschien een week of twee drie gaat duren dus qua shortpositie, um, zou het interessant zijn inderdaad om hier nu een short in te nemen. Waarom? Kijk, we hebben hier een daling onder de MA20. We ketsen af onder de daalde MA20 en je neemt nu die, die groene bar uit hier. Dit is de krit zogenaamde kritieke bar. Dat betekent wel, als je nu short gaat, dat dit je stop is. Dus je stop is zeg maar 600 punten. Dat betekent als je even uitgaat van een, een verhouding van, nou, laten we zeggen 2 op 1, dat je vanaf hier 1200 punten nodig hebt voor een 2 op 1 verhouding. En dan kom je ongeveer hier, iets onder de 11.000, dan kom je dus hier terecht. Nou, dat is best wel ver. Aan de andere kant, dit is per saldo, hangt er vanaf welke definitie je hanteert, Ehm. Um, een neutrale of neerwaartse trend. Als je de simpele uh, 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 trenddefinitie hanteert, dan is hier sprake van een trendbreuk. Hanteer de wat complexere, dan zoeken we twee hogere bodems en, en toppen, dan is er sprake van een dalende trend. En dan zou het op zich aannemelijk zijn dat we dit niveau testen. Maar hoe dan ook, wat mij op dit moment niet zo bevalt, is het, het grote risico. Dit is best wel een groot risico waar je behoorlijk in de komende twee weken een behoorlijke neerwaartse beweging zou moeten hebben, om die twee op één ratio goed te maken, tussen risico en vermeend rendement. Dus dat is voor mij eigenlijk de reden om, om dit hier niet te doen. Dus ik ga me in de komende twee weken met name focussen dan op intraday short trades. Als dit scenario inderdaad gaat, dan zullen we zien dat er intraday wat meer neerwaartse trenddagen zijn. Maar ook hier dus, short, let op: je hebt de grote stop. lijkt mij wat minder waarschijnlijk dat wij helemaal naar de 11.000 komen, of zelfs daaronder, en dat heb je eigenlijk nodig. Um, het normale scenario als we de Dow volgen is dat we ook hier die weekcyclus nog afmaken en dat we dus nog wat lager gaan. Maar hier hebben we die bevestiging nog niet. Um, dus, wat willen we eigenlijk zien voor dat bearish scenario? Is dat we hier inderdaad die loon nog gaan breken. Zolang die loon niet wordt gebroken en je zit long, ja, moet je eigenlijk het voordeel van de twijfel geven. Dat je zegt: Nou, ik laat hem hier liggen. Misschien heeft de Dow wel ongelijk en gaan we alsnog omhoog. He, dat kan natuurlijk ook dat de Dow nu een verkeerd bearish signaal geeft en dat de Nasdaq gewoon nog steeds bullish is. He, dus, dus, je moet even de marktse werk laten doen als je long zit. Mijn advies, en ik heb nog wat swing-long-posities in, in de Nasdaq, die laat je in principe hier gewoon liggen. Ik heb ze wel afgebouwd, omdat we hier onder die groene kritieke bar komen, maar ik heb een klein deel heb ik hier nog laten staan. Want ik wil de markt wel de ruimte geven om dit niveau mogelijk te testen. Want we weten, bodemvorming gebeurt vaak ook met een hertest. In het moment dat je te snel zo'n positie afkapt, dan kom je juist in die hertest, word je uitgestopt en dan gaat die markt zonder jou vertrekken. Maar hoe dan ook, dit is best wel een wat complexere situatie. Um, zoek je gewoon duidelijkheid en, en relatieve eenvoud, dan zou mijn advies zijn: wacht het gewoon even af. Laat gewoon even kijken of die weekcyclus inderdaad nu wordt gevormd in de komende twee weken. En zo ja, waar. Nou als dat ergens hier is en we gaan dan duidelijk opveren en dat klopt met de dagcyclus, dan is dat prima. Aan de andere kant zien we dat nu dit niveau wordt uitgenomen aan de bovenkant. Dan is de vorige week ingenomen longpositie alsnog goed. Dan blijkt dus de Dow nu een, een bearish signaal te geven dat mogelijk niet doorzet. Uh, en dan kunnen we alsnog hier nieuwe highs gaan aanpeilen. Highs bedoel ik dan deze highs en misschien deze. Dus je moet een beetje een slag om de houden. Niet te snel reageren. Dus als je long zet, zou ik hier nog heel even wachten wat betreft de stop. Geef de markt even een kans. Uh, om te bewijzen inderdaad dat, um, dat het bearish scenario inderdaad echt geldig is. Want dan in dat geval moet de Nasdaq binnenkort hier inderdaad onderkomen. Maar nogmaals, dat is niet volledig gezegd. Want we zitten er volgens nog gewoon boven. Nou, dan gaan we naar de DAX. Ook de DAX, uh, de DAX, daar heb ik dus niks gedaan. Waarom niet? Dat heb ik ook uitgelegd. Die vermeende weekcyclus bodem is mij veel te ver boven de MA20. Maar ook hier zien we dat gekke verhaal van die Double Stochastics. Je ziet het M-patroon, maar je ziet dat die Double Stochastics hier staat. En eigenlijk zou die hier staan, moeten staan voor een bodem. En je ziet, dit lijkt nu toch wel te gaan gebeuren. En ook hier zien we, de DAX heeft hier een trap laten zien. Kijk, want we hebben de vorige high. Kijk, het is maar heel even gebroken en dan komen we weer terug. Dus, dus eh, zeg maar, vroege traders die dit goed kunnen lezen, die zijn onder die groene balk hier short gegaan. Eh, want dat gaf aan dat deze test hier mislukte. En die hebben als koers door de onderkant van deze range en misschien wel verder. Eh, als we kijken naar topvorming in wat bredere zin, dan eh, willen we eigenlijk zien dat dit nu gaat breken. Dus ook hier, dit is de nieuwe dagcyclusbodem. Daar ga ik vanuit. We tellen nu 6 bars. En als dit inderdaad, en daar lijkt het erop, nog steeds de lopende weekcyclus is, met thans 22 bars. En we gaan bijvoorbeeld naar 24. Dan uh, is deze lopende dagcyclus bearish. Dat betekent dat dit mogelijk al de top is. En dat we nu spoedig onder deze low gaan. En dan de komende 8 tot 10 beursdagen of iets langer, per saldo nog dalen. En dan zou het koersdoel deze, dit niveau kunnen zijn. En dat is dan weer interessant voor een mogelijke longpositie, als we daar gaan bodemen. De AX dan, ook hier een beetje hetzelfde verhaal. Um, dagcyclusbodem, die is al gebroken. En de DAX nog niet, dus ook hier zien we een bearish dagcyclus. En ook hier zien we dat M-patroon rechts en die double stochastic die nu toch wel naar beneden gaat krullen. Dus het ziet er toch naar uit dat wij vorige week door die bullish price action op het verkeerde been zijn gezet. En behalve de Nasdaq dan laten toch alle beurzen behoorlijk wat zwak te zien uh, en zijn inmiddels onder hun, nou de DAX niet, maar de FTI wel en de, de DAO ook onder hun bodem gedaald. En dat zou dus uh, betekenen dat wij nog 1, 2, misschien 3 weken van daling gaan krijgen. Um, en dat we dus hier uiteindelijk betere longkansen krijgen. En nou dan is dat voor de DAX en de AX niet zo'n probleem. Want daar gaf ik toch al aan, het instapniveau is te hoog ten opzichte van... De MA, je wilt dat min reversion principe zien, dus het is heel goed mogelijk dat we uiteindelijk hier misschien naartoe gaan, misschien zelfs hier, waarom niet? Uh, en dat zou alsnog dan interessante longkansen kunnen opleveren. Um, maar nogmaals, even teruggrijpend: kijk, um, nu blijkt die Dumbo met dat patroon hier mogelijk gelijk te krijgen, maar ik wil je even wat laten zien: dat is niet altijd het geval. Um, Even kijken. Kijk, hier zien we bijvoorbeeld ook een bodem en we zien dat die hier maar halverwege komt. Dus wat ik even wil aangeven: price action is belangrijker dan de stand van een indicator. Ook al zou die nu gelijk krijgen, maar price action is echt wat doet de markt, hoe reageert die? Die markt was vorige week heel erg bullish, kwam super bullish uit de stadblokken, precies in het juiste tijdvenster. En dan moet je daarop reageren, dat heb ik ook gedaan. En ik weet ook andere traders hebben dat gedaan... en dat is gewoon een goede trade geweest... die in dit geval helaas niet goed uitpakt. Nou, daar hebben we onze stop voor. Um, en het is altijd belangrijk natuurlijk... dat je welke trade dan ook nooit te groot inneemt. Want um, het doel van een trader is natuurlijk om continuatie te, te krijgen. Dus dat je wordt uitgestopt, je gaat opnieuw een trade aan... Uh, en stel je wordt vijf keer op rij uitgestopt, niet dat dat vaak gebeurt, maar stel dan kun je alsnog doorgaan zonder dat de helft van je vermogen weg is. Dus dat is even een tikkie. Dat is, uh, is niet leuk voor traders, ook voor mij niet, ondanks dat ik al dit meer dan 30 jaar doe. Uh, maar dit, dit hoort erbij en dan is het gewoon even analyseren: wat, wat zien we nu, wat gebeurt er nu en dan blijkt. Dat lijkt me nu het meest waarschijnlijke scenario dat de lopende weekcyclus, waarvan we dachten dat er dus een bodem gezet was, dat die dus nog bezig is. En dat we dus met een bearish-dagcyclus helemaal tegen het einde van nu gefopt worden, zeg maar. En dat deze dus bearish is, dat hier dus die top staat. En dat we dus mogelijkerwijs nog twee weken naar beneden kunnen gaan. Ook hier weer dat veronderstelt dat we dus niet deze high breken. Want deze dagcyclus is hier dus bearish. Hè? Want hier wordt deze bodem gebroken. En dat betekent dat je dus onder die high moet blijven. Stel dat we hier nu toch boven komen. Dan is de low die er nu staat. Of misschien die er nog gaat komen. Dat is dan alsnog de weekbodem. En dan hebben we hier een verkorte cyclus. Dat is het minder waarschijnlijke scenario. Dat gaf ik al aan. Uh, maar we moeten dus even heel goed kijken naar die high. Die mag dus <coughs> niet gebroken worden... En we willen in principe dan zien voor de NASDAQ en voor de DAX dat de lows van vorige week dat die ook snel worden gebroken. En dat zou dus een bevestiging zijn dat de analyse van de DAO en van de AX inderdaad correct is. Dan gaan we door met de elementalen. Goud hadden we vorige week aangegeven. Er is waarschijnlijk een week cyclusbodem gezet, namelijk die zogenaamde Bool 80. En een stabiele rode bar, die meteen wordt afge afgewisseld door een stabiele groene bar in het tijdvenster. En hier zien we, kijk, die double stochastics onderin en patroon klopt. En we zien hier die opleving. Um, ook hier tussen aanhalingstekens rare dingen. Want we zien opeens dat die low werd getest, en het scheelde maar een haartje of je werd je uitgestopt als loontrader. Maar ik gaf al in, in eerdere vlogs aan... en al herhaaldelijk... we hebben vier soorten bodemvorming... en we zien het omgekeerde voor een top. De zogenoemde V-bodem. Die is vrij zeldzaam. In ongeveer 10% van de gevallen. En dan heb je varianten. Bodem, omhoog... iets lagere bodem en omhoog. Dat is twee. Dat is dus zeg maar die, die, dat trap-idee. En dan heb je variant nummer drie... Eerst bodem omhoog, iets hogere bodem, dat is dus deze. Hier, deze. We noemen dat een ML4, makkelen nummer 4. En dan heb je de vierde, die teken ik even hierop. Dat is een bodem omhoog, en dan echt een hogere bodem. Nou, dat hebben we niet, want deze bodem is wel hoger dan deze, maar niet heel veel hoger zoals ingetekend bij 4. Dus dit leidt op een bodemformatie, zeg maar, type. Type 3 en nu lijkt deze bodem ook bevestigd waarom we breken de tussenliggende high en we hebben nu een formeel en zogenaamd 1-2-3 patroon. En in de klassieke trendanalyse is dat een trendomkeerpatroon, een 1-2-3 patroon. Dus de longpositie in goud is nog steeds geldig, de stop ligt hier. Want stel dat je nou onder die low zou gaan, dat is natuurlijk echt bearish. Um, maar dat is niet waarschijnlijk gezien het koersverloop wat we hier zien. Uh, want we hebben die low nu echt getest. Op die low kwamen agressief kopers. Hè, want we zijn best wel heftig naar beneden gegaan. Maar deze solide rode bar heeft geen enkel vervolg. Wordt vervolgens uitgenomen en we nemen vervolgens de high uit. Dus dit is zeg maar qua price action een, een bullish verhaal. En in principe ligt het koersdoel nu... Op een test van deze high en mogelijk dan ook op deze high. Dus hier loopt alles eigenlijk nog zoals vorige week vermeld. Voor het zilver hadden we gezegd: daar hebben we nog geen bodemsignal, want kijk, even een week terug, hier gaf ik aan, luister, die groene bar is weliswaar groen, maar het is een inside bar. We willen minimaal hier dat deze rode bar aan de bovenkant wordt gebroken. En wat lijkt, zilver maakte gewoon nog een dikke, vette nieuwe low. En je ziet het, dit is een beetje hetzelfde patroon als bij goud, alleen goud, daar ging het zo: test van de, van de low en dan omhoog. Zilver maakte een duidelijk nieuwe low en zit nog niet boven die high. Dus wanneer weten we voor het zilver dat hier op bar 27, dit is een lange cyclus, daadwerkelijk een bodem wordt gezet? Je gaat het al als wij boven deze. Deze top komen, dan hebben we namelijk ook een 1, 2, 3 omkeerpatroon. En dan heb je dus dat patroon variant nummer 2, wat ik aangaf. Low omhoog, lagere en dan omhoog. Dat zou dan variant 2 zijn. Maar dan moeten we minimaal boven dit niveau rond die 21,5 dollar komen. Dan tenslotte de Bitcoin. Bitcoin hadden we gezegd, um, afhankelijk van de, 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 de zienswijze, heel lang tot heel kort. Heel lang zien we bodemvorming, alleen dit kan maanden duren. Dus ja, daar hoef je eigenlijk niet van week naar week te kijken. Op de wat kortere en middellange termijn is het belangrijk, gaf ik aan, dat wij boven dit niveau blijven. Kijk, boven die 21.5, 21.6. Dat is belangrijk, want als we daaronder komen, gaf ik aan, kunnen we zo weer naar die 18.000 gaan, naar dit niveau. Nou, wij zijn hier nu ondergekomen met behoorlijk wat geweld. Dit lijkt nu een dagbodem te zijn. Dus dit is de dagcyclus. Um, en um, dit is op zich natuurlijk best een verzwakking, want we zien hier nu een 1, 2, 3 aan de onderkant. Zie je? Je ziet hier 1, 2, 3 aan de onderkant. En belangrijk is. Kijk even met me mee. Even een aantal bars terug. Kijk, dit is op weekbasis. Dit is boelische. We gaan omhoog. Dit is nu even een correctie. Nou, dat is prima. Kijk, dit is gewoon hartstikke goed. En deze groene bar. Kijk, wat is nu de marktlogica naar deze groene bar? De marktlogica zegt eigenlijk: we hebben een voorgaande beweging omhoog gemaakt. Die beweging omhoog neemt dit niveau uit. boelus. We hebben een kleine pullback gemaakt. Prima. Dit is nu een groene bar. Wat moet die groene bar nu eigenlijk bereiken qua marktlogica? Dat we nu verder omhoog gaan. Dus je moet je altijd twee dingen afvragen bij treden. Wat is nu de meest marktlogische richting, gezien het de price action die ik zie. In dit geval is dat een loon, dus omhoog. En wat gebeurt er als? Die, die kritieke bar, dus die groene kritieke bar, wordt uitgenomen. Waarom is die kritiek? Die volgt immers op deze correctie die hier ten einde is. Uh, en dit is feitelijk een, een, een continuatiepatroon van dit voorgaande patroon. Dus als dit allemaal boelisch is, dan moeten we nieuwe highs gaan maken. En verplaats je dus nu even in de marktpartijen... Hè, want uiteindelijk bewegen koersen omdat er vraag en aanbod is... wat zou jij doen... Als jij hier in die bar hebt gekocht, jouw idee is we gaan nieuwe highs maken. Maar wat zou jij doen op het moment dat je ziet dat die low wordt uitgenomen? Inderdaad, dan ga je waarschijnlijk jouw positie sluiten. Ervan uitgaande dat dit jouw horizon is. Hè? Niet als je dit als grote bodem ziet, dat is een ander verhaal. Maar als je op de wat kortere termijn handelt. Dus een heleboel stoporders zullen hier liggen. En ik gaf de vorige week aan: waar je rekening mee moet houden, is natuurlijk het beginsel. Er zijn niet heel veel bitcoins. En ik gaf toen ook al aan: luister, als hier grotere partijen bitcoins willen kopen, die kunnen dat op twee manieren doen. De eerste manier is de meest domme, namelijk gewoon kopen terwijl die koers stijgt. Zij willen natuurlijk een aanzienlijke positie nemen, Dat betekent dus: door hun koopgedrag gaat de koers nog veel hoger. Nou, dat wil je niet. Je wilt het liefst met een korting kopen. Je wilt kopen als de eieren in de supermarkt in de aanbieding zijn. En niet als de eieren de dubbele prijs hebben. Dus je moet ervoor zorgen dat andere partijen hun bitcoins willen verkopen. En dat jij in dat gat kunt springen. In die liquiditeiten, in die verkoopgolf. Zodat je die bitcoins op een lage prijs kunt oppakken. Dus voor een koper die geïnteresseerd is in langere termijnen. Die wil dus op... Dit soort dips wil je dus kopen. Een keer hier, een keer daar, misschien een keer daar. En die wil dus hier accumuleren, daar accumuleren, daar accumuleren. Dus dit soort uh, koersdips onder kritieke niveaus, waar stoporders vrijkomen, nou dat is precies de bedoeling van zo'n accumulatie. Kijk, en je ziet dat hier volgens mij inderdaad behoorlijk wat stoporders hebben gelegen. Waarom? Omdat we hier met behoorlijk wat geweld. Onderuit gaan. Dus hier was echt wel sprake van een soort paniek. Het is allemaal relatief hè, tegenwoordig. Het is niet meer zo extreem zoals uh, twee jaar terug dat het meteen met 20% gaat. Maar het was toch wel een behoorlijke daling. Hè. Ik geloof 5, 6%. En dat is toch relatief zeldzaam tegenwoordig met Bitcoin. Het is toch wat minder volatiel. Dus hier zijn volgens mij behoorlijk wat stoporders uitgehaald. Um, en dat is uiteindelijk precies de bedoeling. En we staan dus nu hier. Nou, dus de vraag is nu: waar gaan we nu verder? Ik denk dat het behoorlijk aannemelijk is. Tegen het even in: dat wij nog minimaal dit niveau gaan testen. Dat ligt rond uh, 18,5, 18,2. Zo'n beetje. Wat moet er nu gebeuren? He, dus dat we dan een, een patroon krijgen: dat we misschien hier terugkomen naar dat niveau. En dat daar weer verkooporders zijn. En dat we uiteindelijk dit niveau aantikken. En dat hier dus een hogere bodem wordt gezet. Want dit zou dan patroon zijn, mogelijk nummer 3. Dus bodem omhoog, test van de bodem. Uh, dit zou dan zeg maar in de buurt zijn van die vorige. En dan uiteindelijk omhoog. En ik gaf al eerder aan, bodemvorming kost tijd, net zoals topvorming. Kijk maar even naar die top. De uiteindelijke top duurde ook maanden. En kijk maar hier naar uh, bodemvorming. Duurt ook vrij lang. Zie je? Dus, dus wat er gebeurt nu. is voor bodemvorming op lange termijn. natuurlijk geen probleem. Natuurlijk is het zo. ook hier moet je uh, eerlijk over zijn. en er rekening mee moeten houden. Dat is met alles. Je leest natuurlijk wel eens berichten. Uh, verkoop nu je bitcoin. nu het nog kan, want de koers gaat naar nul. Nu is het zo. Nu lees ik dat verhaal wel elke dag. En al, uh, al tien jaar lang zo'n beetje. Um, dus dat soort mensen zijn er altijd. Maar luister, er is natuurlijk altijd een kans dat dit gewoon een stevige neerwaartse trend is. En dat we uiteindelijk gewoon dit patroon gaan opzoeken. He, dus laten we even proberen om niet alleen maar boelisch te denken. Wat we nu, he, dus, dus als we puur kijken naar de lopende trend zien we gewoon een dalende trendbeweging. Ja, we zien hier weliswaar een poging om dit niveau uit te nemen, maar de volgende high is niet uitgenomen. Dus het zou natuurlijk gewoon kunnen dat wij uiteindelijk gewoon lagere niveaus opzoeken. Waarom niet? Kijk, en dit is het verschil tussen trading en price action en kijken wat doet de markt echt en een bepaalde visie aanhouden, visionair zijn... Um, dat zijn voor mij twee verschillende dingen. En een, een visionair uh, heeft vaak ook een beetje een soort tunnelvisie. Uh, en misschien kan het zijn, het zou kunnen, dat de praktijk uiteindelijk die, die, die mooie visies gaat inhalen. Ik ga er voorlopig niet van uit, hè, want dit leidt voorlopig gewoon een goede bodemvorming. En we hebben al in eerdere vlogs ook op maandbasis gekeken. Ik kan dat nog even laten zien als we hier naar maand kijken. Uh, kijk, dan ziet het plaatje er gewoon toch wel vergelijkbaar uit met hier. Dus behoorlijke daling van 70%. Eh, bodemvorming en vervolgens uiteindelijk richting nieuwe highs. Uh, dus, dus er is eigenlijk nu niks anders aan de hand dan wat we hier zagen, wat we hier zagen, wat we hier zagen. Maar ik zeg alleen maar: um, bedenk wel. Dat als je dus nu gaat accumuleren in bitcoins, dat je dat altijd doet um, in relatie tot um, wat kan ik eventueel verliezen. Want stel dat dit inderdaad een neerwaartse trend, het is er een, maar stel dat die wordt voortgezet en die loop wordt gebroken en je hebt je natuurlijk een hele mooie dikke vette, oh, moet ik eigenlijk omgekeerd doen, een dikke vette piramide. Gedaan dat je elke keer bijkoopt, bijkoopt, bijkoopt. En hier word je volledig uitgestopt. Uh, en heb je account opgeblazen? Dat is niet de bedoeling. Dus je kunt best wel boedig zijn op iets. Maar altijd met uh, in, in het achterhoofd: stel dat het niet lukt, stel dat die bodem er niet staat. Wat dan? Uh, heb ik dan nog genoeg centjes over om andere dingen te kunnen doen? Dus dat even een woord van waarschuwing. Uh, ik ga er voorlopig niet aan uit. Ik heb je net die maandchart laten zien. Maar je moet uiteraard altijd rekening houden met dingen. Um, we hebben dat ook gezien van de, van de week weer. Banken die zomaar 60% onderuit kunnen gaan. Uh, in de market, op de financiële markten is alles mogelijk. Ook de dingen die je niet voor mogelijk denkt, die zijn er mogelijk. En we weten dat er ook um, uh, dingen gebeuren die statistisch gezien niet zo vaak horen te gebeuren. Hè? De zogenaamde fat tails. Uh, aan, aan de onderkant. Dus uh, je hebt een bepaalde gebeurtenis. Uh, die speelt zich af in zeg maar 70% van, van, van het gebied. En de buitenkant, dat zijn de tails. Nou, de positieve, dat is prima. Maar uh, we hebben meer, veel meer beurscrashers... bijvoorbeeld in de laatste 100 jaar... dan statistisch gezien eigenlijk mogelijk is. Nou, dat komt gewoon door overreactie. En omdat uiteindelijk mensen... Uh, de markt te maken hè? en ook de computerprogramma's worden door mensen gemaakt. Dus, dus altijd, er is altijd alles mogelijk. Onthoud dat, dat is even belangrijk: um, dat je je nooit met je hele hebben en houden ingaat en dat je straks alles kwijt bent. Maar ervan uitgaande dat dit bodemvorming is, ga ik ervan uit dat we best wel een test van dit niveau kunnen krijgen, van deze zone, laten we zeggen tussen 19 en 18. En, dat, en, en dan zal dan, daar zal uh, blijken, dat is misschien wel een goede om dat nog eens even op te merken. Ik markeer dat hier even. Kijk, in deze zone, hier, ik maak die even groen. Um, wel even, kijk, nee, moet ik even opnieuw doen. Herstel, in deze zone, zo, zo, in deze zone willen we daadwerkelijk kopers zien. Waarom? Ik heb je net uitgelegd hoe bodems worden gezet, en, uh, en dat partijen op zoek zijn naar antiquiteit. En uh, je wilt hier zien dat er kopers in de markt komen. Als dat hier niet gebeurt, zou je kunnen zeggen: ja, dan gebeurt het hier nog. Maar dan begint het verhaal kritiek te worden. Dus we willen echt zien dat, dat hier de markt opveert. Dat de markt hier naartoe loopt, nou, dat vind ik niet zo'n probleem. Vanuit die liquiditeitsgedachte, dat grote partijen die hebben tijd zat, die willen gewoon op lage prijsniveaus kopen. Maar hier zal, zul je toch wel een reactie moeten zien. Die hadden we hier namelijk ook al gezien. Uh, anders begint het hele verhaal namelijk behoorlijk uh, scheef te lopen. Dus dat is wel een kritiek niveau dat we tussen 19 en 18 echt wel kopers in de markt willen zien. Anders begint het hele bodemverhaal wat meer op losse schroeven te komen te staan. Nogmaals, is nu nog geen thema, maar altijd even een open mind houden. Um, wat, wat dat betreft, dan zul je ook nooit voor grote verrassingen kunnen komen te staan. Goed, met deze waarschuwende woorden uh, wil ik dit uh, marktcommentaar dan uh, beëindigen. Ik wens jullie allemaal een hele goede week toe, trading week. En we zien elkaar volgende weekend dan weer terug. Tot dan.